Sporters krijgen vroeger of later altijd te maken met blessures. En dat blessuren voorkomen en behandelen, nou, dat doe jij al 12 jaar, Lien. Ja. Dat is wel een heel verschil, hè, met hoe dat 12 jaar geleden gebeurde en nu. Ja, ja, als je kijkt uit 12 jaar geleden, dan was het echt wel een eenmansding. Je ging als enige als fysio ermee aan de slag. En was je been gebroken, nou, dan ging je gewoon het revalidatieproces in met fysio. En als je kijkt naar nu, is het en kan je veel meer. Zijn er veel meer apparatuur om jou daarbij te helpen. Maar ook heb je een heel team eromheen wat daarbij ook ondersteunt. Mag je van achteruit hier erin stappen? Ja. Ja. Dan gaan we hem omhoog bewegen. Mag ik hem even helpen? Met hem omhoog. Ja. Wat is het principe van dit apparaat? Even vastzetten. Het principe is van het apparaat dat we jou hier zo in vast gaan ritsen. Ja. En dat er lucht in komt. Ja. En het is eigenlijk een anti-zwaartekrachtapparaat. Dus we kunnen hiermee de zwaartekrachten regelen hoeveel procent jij belast wordt. En dat betekent dat ook al heb je bij wijze van spreken je enkel gebroken of je kniebanden gescheurd, dat je al vrij snel hierin kunt. Ja, wat je vaak ziet in de revalidatie, dat je bijvoorbeeld zegt tussen de krukken in mag je 50% belasten. Ja, dan ga je dus een beetje aantippend lopen, maar loop je niet netjes. En in dit apparaat kunnen we jou gewoon 50% instellen. En kan je dus proberen om gewoon op 50% een normaal looppatroon aan te houden. Nee, het is een heel makkelijk apparaat. Kan je beschrijven wat je voelt? Nou, je voelt geen enkele druk. Dus je voelt geen belasting van je knieën of je enkels. Dus ik kan me voorstellen dat als jij geopereerd bent en... Met name bij breuken, hoe eerder je belast, hoe meer, ja, we noemen dat axiale drukte op, dus hoe meer drukte opkomt, hoe meer botaanmaak je eigenlijk hebt. Dus dat, je hebt een beter helingsproces. Strek maar op en trek hem terug. Ja, en strek maar op, ja, en haal terug, ja, nog een keer. Doen we nog één keer en heb je rust. Ja, en rust. Tjonge! Ja, dat is hard werken. Wat ben ik aan het doen? Wat je aan het doen, we hebben jou in een stoel gezet en we gaan jouw kracht meten. Dat is dan, ik moet ook weer zo snel mogelijk, zo snel en zo. Ja. Ja. En strek op en terug, strek op en terug, strek op. Ja, kom op, hou vol, kom op. Blijf gaan, blijf gaan. Ja, netjes en rust. We hebben 3 testen gedaan, een maximaal test en bijvoorbeeld ook op het eind de duurtest. En je ziet eigenlijk het verschil tussen je rechter en je linkerbeen. En we kunnen je ook vergelijken met de benchmark, want dan zetten je jouw lichaamsgewicht, procent lichaamsgewicht af tegen een ander. En we zeggen meestal dat topsporters boven de 250% moeten scoren. Links kom je daar wel, rechts kom je daar net niet. Dus we moeten nog aan de bak. Dit is niet alleen voor topsporters. Nee. Maar iemand als ik kan hier ook op de stoel komen zitten. Stel dat jij je kruisband hebt gescheurd of een andere klacht hebt en we willen eens weten, nou, hoe staat het met de kracht? Dan kan je hier ook terecht en kunnen we deze test bij jou doen.